Nout en Guusje, die zijn samen naar de bios. Gewoon toch weer elke dag vloggen. Die pakken hem, die houden hem op zijn kop. Dan moet ik even een dollar. Nu komen Louis zijn eerste stapjes in het bos. Ja, ik doe mee aan de wedstrijd van de lekkerste koe. Wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is koekendag. En ja, we hebben twee keer koeken gegeten. Ja, jij hebt al een koek op en jij begint al aan de volgende koek. Nee, wat een geluk, hè? Drie. Hij had ook al een chocoletje. Nee, hij had hier een stukje van op. Maar hij gaat het er niet op krijgen. Wel? Ja, het is koekendag. Nout en Guusje, die zijn samen naar de bios. Hè? Ja. Ja? Die wil allebei heel graag naar een film. En Nout die heeft denk ik een fiets meegenomen. Nee. In de trein? Nee, toch niet. Oh. Want die moeten fietsen naar Roosendaal voor die hockeyjongens. Want die moeten straks met de trein naar Roosendaal. En dan kunnen ze daar lekker verder fietsen. En Stan? Lukt het? Ja. Lekker. Ja, en we moeten toch... Oeh, daar ook. Je kerstje op... ja. Hier. Ja. Het lekkerste van heel het gebakje. Ja. We hebben heel veel verzoekjes gehad waarom... Ik wil zeggen, ja, merken jullie iets aan onze opening ja. Van vandaag? We gaan gewoon toch weer elke dag vloggen, want we weten niet meer hoe het zit. Elke dag niet. Ik ga gewoon elke keer fout. En we hebben zoveel verzoekjes gehad om toch weer elke dag te gaan vloggen. Het past niet bij ons, we moeten die regelmatig ja. Hebben. Ja. Het was gewoon... Het proberen waard, maar... Dat past. We hebben het geprobeerd, want we doen het al 4 jaar vloggen we al. Elke dag. En nu zijn we heel even geswitcht naar 2 keer in de week. Maar dat werkt niet. Voor ons. Nee. En we hebben ja, eigenlijk ook te veel mensen gehad die zeiden van wat moet ik nu? Ja. Wat wel, ja, het is, wij vinden zelf vinden het een beetje saai. Ja. Maar toch heel veel mensen zeggen het is niet saai. En dan gaat natuurlijk ook wel weer dit dingetje gebeuren. We zijn met de ijsfabriek bezig. Eigenlijk. Komen verkeringen aan. Is het wel jammer. Nou, net afgelopen 2 weken. Nee. Nou. Eigenlijk is het wel jammer dat we net afgelopen 2 weken niet gefilmd hebben. Ja, dat we is heel veel geweest. Ja, heel met veel carnaval. Ja, de vakwedstrijd, de worst, carnaval, Disney. Oh, daar ligt Eline te hoesten. Eline heeft nog steeds een carnavalshoesje. En Louis, die is helemaal gelukkig bij ons. Het gaat heel goed met hem. Hij luistert nog niet naar zijn naam. Louis! Echt wel, soms wel hoor. Ja, bij jou. Hij is helemaal verliefd op Floor. Ook op mij was bij ik nu. Ja, hij is echt helemaal gevoel. Hij heeft geen keuze, want Floor die pakt hem elke keer af. Hij is al 95% zichtelijk, dus dat gaat heel goed. Hij mag ook in nou, soms is hij nog wel op de mat daar. Ja, dat is 95% hè. Papa, hij mag ook weer met mij spelen. Hey? Ja. Ja, dus een van de 20 keer gebeurt het nog binnen, dus dat is 95%. Maar ja. Floor zit de hele dag mee. Ja, dat valt echt reuze mee. Dat valt echt niet reuze mee. Echt wel, want jullie zeggen dan, ja je hebt hem de hele tijd, dan geef ik hem aan jullie. En dan wacht ik er ook wel wat dag niet meer mee, dus. En is de koek lekker? Ik ga mijn bossenwolken beginnen. Zo, dan ga ik jou ook even filmen, want jij zal mij ook te filmen. Ja. Ja. Hoe eet iemand uit Den Bosch een bossenbol? Die doen daar. Den Bosch. Uit Den Bosch. De bossenbol is een beetje een Den Bosch uitgekomen. Die pakken hem, die houden hem op zijn kop. Dan moet ik even een dollar. Lukt het? Lukt ja? Het? Maar zo is hij echt op zijn lekkerst. Nou, papa gaat nog genieten van zijn lekkere Den Bossenbol. Daar komt het vandaan, hè? Wist je dat niet? Het is officieel geen bossenbol. Nee. Want wij doen het met melkchocola en pure chocola. Een originele bossenbol is met een soort fondant ganache-achtige... Suikerstroop met chocola. Moet je dat precies doen? Dat weet ik niet. Moet ik je vragen? Nee, dat zeggen ze niet. Die geef ik geen recept, hè? De echte bossenbollen man. Maar, mijn koe chocola is ook lekker. Verkopen best veel, dus niks aan veranderen.
Ik heb wel eens gedacht, oude bossenbol. Maar ja, dat klinkt niet, hè, oude bossenbol. Een oude bossenbol. Een oude, ja. Dat ja. Wij willen naar het bos gaan. Wie gaat er mee? Ik ga! Oh, goed zo. Jullie? Nee? Nee? Louis, ga je mee? Echt ja? Ga je mee, Louis? Floor? Oh, daar doe je mee gaan. Ja, die gaat mee. Ja, mee. Tuurlijk, daarvoor gaan we naar het bos. Heb je mij, Marie? Zo maar een klein stukje kant hier nog maar. Maar het is gewoon leuk om daar aan te laten wennen, om wat te laten zien. Ja, jullie hebben schoenen aan. Jij mag mooi mee. Oh, Floor gaat ook mee, hoor. Dat is wel, ja. Maar liefje? Kom, schoentjes aan. De zon schijnt. De lucht is blauw. Ja, de schoentjes vandaag. Louis, ga naar het bos. Komt de carnavaller. We zijn in het bos en hier komen Louis zijn eerste stapjes in het bos. Kijk! Wil je kroelen? Gaan we eens lopen. Gaan we eens lekker lopen. Maar je had net een blaadje in de mond. Ja, dat kan. Hij vindt een blaadje heel leuk om in te springen. Oh. Hoe weet je dat? Ja, naast het huis. Oh, naast het huis. Ja, hij wil in de tas, denk ik. Nee, toch niet. Je weet dat hij er wel in wil, maar die er niet in kan komen. We hebben zijn tasje. Zijn dek zit niet goed. Zijn tasje meegenomen. Het is lekker warm als hij het koud heeft en niet meer wil lopen. Het is heel koud. Ja, het is best koud. Maar je moet je jas open laten ook, junior. Dat is ook heel slim. Want als je je jas openlaat, krijg je het lekker warm, hè? Echt niet. Ja, dan krijg je het heel warm. Oh, nee, kijk al, haalt dat ding eens omhoog. Daar zitten van die beloningsdingen in. Oh. Daar ruikt hij. Hier zitten koekjes in voor ja, hem. Ja, en zakjes, poepzakjes, maar ook beloningsdingen. Kom maar, Louis. Zullen we hem even belonen dan? Oh, nee, als hij nou een... Als hij plast de voet. Ja. Want nou, anders dan denkt hij dat hij gewoon, als het goed is, dat hij loopt. Oh. Kom, deze kant op. Hier, nu gaat iets verder redden. Zo, ik heb de tas op mijn rug. Ziet hij het niet meer? Ja, je moet niet naar mij kijken. Kom. Je moet lopen. Kom, we gaan redden. Redden. Ik denk dat het niet een hele grote afstand gaat worden. Nee, we waren 10 minuutjes, kwartiertjes lang hier. Wacht. Kom maar. Voor mij moet die koep op de tas. Nee, hij zag die tas. Ik doe wel op. Kijk, hij let op die tas. Kom maar. Hij is niet gek. Kom. Hij is wel slimmer. Hij is heel slim. Ja, kom maar. Doe hem wel weg. Nee. Weer die tas. Niet naar de tas. Nee, hij wil naar de tas. Kom maar. Kom, Louie. Lekker veel springen. Kom maar. Nee, misschien moet ik wat plassen. Nee, misschien moet je wat plassen. Floor heeft een trucje. En los. Pak hem. Apart. Voor mij heeft hij de verkeerde tak. Ja, takje, want ik gooi hem ook. Er zijn hier heel veel takjes, hè? Ja, hij pakt nu al een goeie. Ja, dat is een goeie. Nee, ga ik nog niet. Kijk eens, Louis. Ja, zo gaat het de hele tijd. We zijn nu 10 minuten hier aan het lopen en twee meisjes zitten altijd loei. Ja, het meisje daar. Nee. Kijk hoe groot de gat ik heb gemaakt. Nee, dat was al. Zo, dat heb je wel snel gemaakt. Wat ben je aan het eten? Wat ben je aan het eten? Stokje. Ja, hij was iets doorstukken. Loei. Dino mag mee ook vandaag. Ja, we gaan zo meteen wel die kant op, want het is zo'n kwartiertje lang genoeg voor hem, hè? Ja. De Naka zit lekker in de warme tas. Ja, ik mag er ook nog mee lopen. Ik ga wel een beetje dichter rusten. En eigenlijk het haakje vastmaken. Doe jij maar. Eigenlijk het haakje vastmaken, hè? Dat is een ding. Ja. Ja? Als hij eruit springt, is hij weg, hè? Mama, dat was een echte kattenkul. Hij is zo snel. Ja, is een echte kattenkul. Moet ik het doen? Ik weet niet wat dat ding is. Aan de zijkant. Kom maar, ik doe het erbij. Vonden jullie het leuk zo in het bos wandelen? Ja, alleen met Louis. Met de hond, hè? Dan wil ik hier naar het bos gaan. Neem Louis mee.
We zullen nu al vaker naar het bos gaan. Daarvoor hebben we ook een beetje de hond genomen. Hè? Echt niet. Jawel, dan willen we meer gaan wandelen en wat meer naar buiten gaan. Oh ja. Ja. Oh, en dat is de reden ervoor. Want jullie zeiden ook, dan kunnen we lekker verwandelen. Ja. Zo, kijk. Nou, op, Floor hebt de tas, hoor. Zit mijn telefoon daar nog in? Die zit in mijn kontzak. Nee. Die zit in zijn wil, hè? Ho, ho, ho. Nou, gooi maar weer weg, want we gaan. Takkeman. Die ga ik zo meteen. Gooi maar hier tussen de bladeren. Nee. Daar. Ja, die gaan we niet meenemen. Nee, ik ga hem ook niet meenemen naar huis. Ja, we gaan hem dan laten, nou dan. Oké, laat zien. Jan is lekkere pasta aan het koken. Maar ondertussen volgens mij ook al bezig met de voorbereiding van je kop. Ja! Ik heb nog niet laten zien wat. Nee, maar dat mag je laten zien. Ja, ik doe mee aan de wedstrijd van de lekkerste koek. En daarbij gaat bij mij, je moet stracciatella ijs in het ijs in je koek hebben, dat is een regel. En er moeten drie soorten ijs in zitten, dat is ook een regel. En ik heb voor mijn koek maak ik een koek met stracciatella ijs, sinaasappel ijs, chocolade ijs. Er komt een cakeje in, zeg maar. Een kapseltje, zoals we dat noemen. Een sinaasappelsausje en lekker van die partjes bloedsinaasappel en gewone sinaasappel. En ik ga hem vanavond aan een vriend laten zien. En ik heb nog iets heel gaafs. Mijn geheime wapen in de koek, ja. Dus er komt een beetje rook bij. En ondertussen sta ik ook gewoon pasta te koken. En ja, dat ben ik dus aan het doen. Ben benieuwd wat ik de ook. Smaak zal zijn. Ik ook. Dit wordt de eerste test. Dit wordt de eerste test voor een keer de wedstrijd. Altijd allemaal door die worstenbroodwedstrijd. Ja. Is het en Disney en is het allemaal een beetje uitgesteld. Het meedoen is al leuk. Toch? Je bent weer even mee bezig en je denkt weer even anders na. Ja. Dat is eigenlijk belangrijk, toch? Ja, het is gewoon leuk om mee te doen. Kijken of je ook hier een sinaasappel mee kan persen. Ja. Lukt. We zitten hier nog te plagen hoor, op de achtergrond. Ja. Nou, de tafel is gedekt, we kunnen zo van start en dan kunnen we gewoon de dag weer af gaan sluiten, Jan. Ja. Ja. Een hele lange tijd gewoon per dag. Nou, dit was dus een dagje uit ons leven. Alle antwoorden kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer en we hopen dat je abonneert. Adoe.